Scorpioen, jouw reading voor mei of het moment dat je hier terechtkomt. Laten we deze eens gebruiken. Het is een algemene reading en mijn intentie voor jou is dat je de juiste inzichten, de juiste boodschappen mag verkrijgen die jij op dit moment nodig hebt. Focus op het positieve. Kijk wat er al uitkomt. Er komt uit voor jou. Wat voel je? Harmonie. Bekijk de situatie vanuit een ander perspectief. Wees zachter voor jezelf. Zet de eerste stap. En bevrijd jezelf. Dus er is iets hier gaande. Dit ontbreekt er. Harmonie. En dat kan zijn. De harmonie met jezelf. Dat je dus de verbinding met jezelf niet voelt. Het kan zijn met dat er iemand anders buiten jou bij betrokken is. Maar er mist harmonie in jouw leven. Er is iets wat jij niet, wat jou geen fijn gevoel geeft, alleen heb je ja, een soort van idee van waarom gebeurt er nou eens niet een keer iets wat ik super graag wil? Wanneer is het nou eens mijn tijd? Dat gevoel. En bekijk de situatie vanuit een ander perspectief. Ik weet niet in hoeverre jij bezig bent met bewustwording, met overtuigingen, met zelfreflectie, begrijpen wat je denkt, begrijpen waarom je hier überhaupt bent en dus ook jezelf goed kennen. Wat wil ik? Waar word ik blij van? Want als je daarmee bezig bent en mee bezig gaat, dan ga je dingen anders zien. En dan ga je erachter komen dat dat wat ontbreekt, niet ontbreekt omdat het niet voor je is weggelegd, maar omdat jij het op een bepaalde manier de situatie bekijkt. Vanuit jouw geconditioneerde mind. En de geconditioneerde mind die denkt natuurlijk in schaarste, die denkt in wat ik zie. Is wat er is. En eerst zien, dan geloven. Die denkt in goed en fout. Dus jij bent schuldig of ik ben schuldig. Al die conditioneringen, die dualiteit, die zorgt ervoor dat jij niet het grotere plaatje kan zien van wat er werkelijk gaande is. En als jij hier beland bent, dan ben je wel op een punt dat jij dit wilt gaan veranderen. Dus super. De moedigste, maar ook meest waardevolle stap die je maar kunt zetten, is dat jij bereid bent om uit die conditionering te stappen. Want dan gaat er letterlijk een wereld voor je open. Dan ga je jezelf bevrijden. Omdat je erachter gaat komen dat jij de enige was die jouzelf ook gevangen hield op een bepaalde manier. Via die sterke mindset die alleen gefocust was op de buitenkant. En zolang je je niet bewust bent dat wat jij buiten jou ziet een gevolg is van hoe jij je van binnen voelt, dan gebeurt er van alles en dan voel je je ook slachtoffer van de situaties. Want ja, dan lijkt het nog gebeuren echt telkens dezelfde dingen, omdat je je niet bewust bent dat jij dat kan omdraaien via jouw vibratie.
En wat voel je komt eruit? Kijk, als ik aan jou vraag of tegen jou zeg, jij bent geboren, jij bent op deze aarde om te overleven, om maar te hopen dat je een beetje een fijn leven voor elkaar kunt krijgen voor jezelf. En uiteindelijk sterf je en that's it. Hoe voelt dat? En als ik tegen je zeg, alles heeft een reden, ook, er is ook een reden waarom jij op deze aardbol bent. Alles, of beter gezegd, niks gebeurt zomaar. Alles gebeurt voor jou. De complexiteit van het universum waar je in leeft. En dan kun je al zien aan je eigen lichaam hoe complex dat eigenlijk is. Dat is allemaal gecreëerd door iets, vanuit iets wat we nog geen naam kunnen geven omdat we het niet kunnen verklaren. Maar we zijn hier wel, dus er is wel iets geweest wat ons heeft doen laten ontstaan. Alles meegekregen wat we nodig hadden om op deze aardbol te kunnen ervaren. Een vrije wil om alles te mogen kiezen wat we maar mogen kiezen. En ook kunnen kiezen, kunnen creëren, omdat we creators zijn, continu. Jij bent de creator van jouw eigen leven en dat doe je via jouw vibratie. Hoe voelt dat? En de analytische mind die kan zeggen, ja, dat kun je allemaal wel mooi zeggen, maar wie vertelt mij dat dat de waarheid is? Oké, als je naar die stem blijft luisteren, zal dat jouw waarheid zijn. Dat het allemaal onzin is wat ik zeg, bijvoorbeeld. Maar als je ergens voelt dat er meer is, dat het licht eigenlijk ook, licht, liefde, onvoorwaardelijke liefde, de grootste kracht is die er is, dat dat ook de oplossing is voor alle ellende die er is. Als je dat ergens voelt, dan heb je de belangrijkste stap al gezet. Want hier ligt ook, zet de eerste stap. En de eerste stap is altijd om open te staan voor een nieuwe waarheid. Want de waarheid die er op dit moment in jou zit, is een waarheid, is een gevolg van alle ervaringen die je tot nu toe hebt opgedaan. Dat is een programmaatje dat draait in jouw onderbewustzijn. En als je je niet bewust bent van hoe dat programma draait, welke gedachten en overtuigingen daarin zitten, dan gebeurt alles alsof het je allemaal overkomt. En alsof je dus een soort slachtoffer bent en maar moet hopen dat er ook een keer geluk op jouw pad komt. Maar dat is niet waar. Wat er dan gebeurt als we op die manier denken, is dat we eigenlijk onze grootste kracht gewoon weggeven en ons machteloos maken. Maar dat is niet de waarheid. We zijn geen machteloze wezens. Alles in het universum werkt op dezelfde manier. Alles is energie. En op het moment dat jij hier meer in gaat verdiepen, en ik hoop echt van harte dat je dat gaat doen, want als dit eruit komt, als ik deze woorden zeg, dan betekent het dat jij dit mag horen en dat jij hier mee aan de slag mag gaan. Wees zachter voor jezelf. Kijk, het ego, de geconditioneerde mind is super, super sterk en super hard en kan gemeen zijn. En die zorgt ervoor dat jij je klein houdt, dat jij niet bepaalde stappen zet die je diep van binnen zou willen zetten, maar door angst niet doet. Zachter zijn voor jezelf betekent dat je meer gaat kiezen voor liefde. Er is maar alleen maar liefde of angst. Als je voor angst kiest, dan geloof je dus al die nare gedachten over jezelf. Als je voor liefde gaat kiezen, ga je proberen. En ik weet het, daar is heel veel moed voor nodig, maar het kan wel. En ik kan je ook garanderen dat als je dit serieus aan gaat pakken, ga jij al heel snel ook bewijzen krijgen dat het zo werkt en dat je dat mag doen, dat je liefde toe mag gaan passen ten eerste op jezelf.
En dat dan die buitenwereld als magie verandert. Zonder dat jij die persoon heeft hoeven veranderen. Zonder dat jij dat had hoeven doen daarbuiten. Nee, je hebt het hier opgelost. En de oorzaak is altijd in onszelf. Over ons eigen leven. Hè? Het leven van anderen ben jij niet verantwoordelijk voor. We zijn allemaal verantwoordelijk voor ons eigen leven. Voor ons eigen gevoel. Daarom is gevoel heel belangrijk. Want als jij je niet fijn voelt. En dat komt dus doordat je hard bent naar jezelf. Veel te hard naar jezelf. Dingen over jezelf denkt. Die tegenovergestelde zijn van de waarheid. De waarheid is dat je liefde bent. En dat is niet omdat ik dat zeg. Dat alles is liefde. Maar we hebben met z'n allen als collectief. En dat is natuurlijk ook niet zomaar. Hè? Die conditionering die er in ons zit. Die onze ouders ons ook hebben meegegeven. Niet bewust natuurlijk. Want onze ouders hebben het weer van hun ouders. En zo gaat dat allemaal door. Er is angst. En angst zorgt voor controle. Angst is heel makkelijk controleerbaar. Liefde niet. Want liefde kent geen grenzen. Die kent geen controle. Daar is geen controle nodig. Liefde is liefde. Onvoorwaardelijke liefde kent geen grenzen. Dus. Ik vind het super leuk dat ik hierover mag delen. Want weet je, dat wil ik je ook meteen meegeven. Het is niet makkelijk als je heel veel mensen om je heen hebt die bijvoorbeeld op dit soort dingen die ik hier vertel, ja, nog heel erg in die 3D zitten en daar niet in geloven en het belachelijk maken bijvoorbeeld. Of ja, je moet zo sterk zijn in de zin van je focus en je tijd en de keuzes die je maakt. Daar moet je sterk voor zijn om in iets te kunnen geloven. En om daar dan ook de bewijzen van te kunnen krijgen. Als dat anders is dan de meerderheid om je heen. Dat is uit eigen ervaring super lastig. Omdat je dan continu die prikkels van buiten krijgt. Waardoor jouw eigen conditionering, die natuurlijk niet 1, 2, 3 verandert, kan jou laten wankelen. En heel snel weer teruggooien in die oude mindset, in dat oude gedrag, in de bekende, veilige haven, maar niet de plek waar je echt wilt zijn en waar je voor bedoeld bent, wat je kunt, 100%. Het ligt aan welke overtuigingen er in jou zitten. En daarom is dat waar je aan mag werken, niet fysiek werk buiten jou meer. Ga je op je innerlijk focussen. Ga liefde begrijpen wat dat betekent om lief te zijn voor jezelf. En nee, dat is niet zwak en dat is niet cool. Dat is heel slim als je dat gaat doen. Omdat je dan op het pad komt waar je voor bedoeld bent en die gaat jouw vervulling brengen. En je gaat echte verbinding krijgen met anderen. Je gaat een gevoel ervaren waar niks anders tegenop kan. En dat gun ik je echt van harte, jij die dit mag horen. Ik ga het hierbij laten, maar zet de eerste stap, is voor jou belangrijk. Zet een eerste stap en dat kan een eerste keuze zijn om open te gaan staan voor iets nieuws. En zorg dat de stapjes klein zijn. Ga niet jezelf ook weer zo super hard naar jezelf en streng van ja, ik wil daar morgen daar zijn, want dan vallen we ook terug. Heeft geen zin, kleine stappen. Elke keer een kleine stap en blijf je focussen op licht, op dit wat jij wilt en waar je voor bedoeld bent. Die persoon die compleet vrij is, jij, de versie van jou die compleet vrij is en super gelukkig is, wat doet die persoon? Met wie gaat die persoon om? Dat soort dingen moet je je af gaan vragen. En je wordt daarin geholpen op het moment dat je voor open gaat staan. Oké, ik ga het hierbij laten. Ik hoop dat je wat aan gehad hebt. En tot de volgende keer. Mwah.